Hoi allemaal en welkom terug bij weer een nieuwe video. Zoals altijd aan het einde van de maand ga ik jullie mijn portfolio laten zien en ga ik een update geven over wat er allemaal is gebeurd. Zo laat ik zien welke aandelen ik heb gekocht of verkocht, hoeveel geld ik heb bijgestort en de nieuwe waarde van mijn totale portfolio en wat er precies met de aandelen is gebeurd. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, vergeet je dan niet te abonneren en eventueel het belletje aan te klikken zodat je nooit meer een video mist. Ik post hier namelijk twee video's per week over beleggen en over crypto. Verder kan je me ook volgen op Instagram, waar ik elke dag een update geef over de voortgang van mijn portfolio. En over beleggen en crypto in het algemeen. Laten we nu meteen beginnen met de video. Voor je zie je nu mijn de Giro-portfolio. En ik zal jullie eerst even meenemen door de cijfers. Vervolgens ga ik jullie de transacties van deze maand laten zien en daarna mijn portfolio. Uh, voor beginnen wil ik nog wel even zeggen, mocht je nou ook willen gaan beginnen met beleggen of switchen naar de Giro. Je kan je nu aanmelden bij de Giro uh, via de link in mijn beschrijving. En dan krijg je de eerste 50 euro transactiekosten vergoed voor de eerste drie maanden. Hiervoor, hierop zijn wel voorwaarden van toepassing, dus kijk even bij de link in de beschrijving. Nou, dan gaan we nu gelijk beginnen. Uh, zoals je kan zien is het totale portfolio waarde nu 40.785 euro waard. Uh, daarvan heb ik nog 1310 euro vrij ruimte om te besteden. Uh, ik heb deze maand namelijk ook weer een kleine storting gedaan van 400 euro. En ik had nog wat geld over vorige maand dat ik niet te uitgegeven. En ik heb nu dus nog 1300 euro beschikbaar. Uh, de totale winst staat op 5429 euro. In de vorige video was het ongeveer 4.900 tot 5.000 euro, dus we zitten nu op ongeveer 400 en 500 euro meer winst dan een maand geleden. Dat is dus een goede maand geweest. Nou, dat zijn even in het kort de cijfers van mijn portfolio en dan ga ik nu gelijk even mijn transacties aan jullie laten zien. Ik ga hem even uh, instellen vanaf de eerste van de maand tot nu. En dan zie je twee dingen. Uh, je ziet namelijk een inmoot uh, verkoop en een inmoot koop. Nou, dit is niet een orde die ik zelf heb uitgevoerd, maar dit is namelijk de stoksplit. split. Zoals je kan zien is het ook midden in de nacht gebeurd om, om ja, 12 uur s'nachts. Er zijn er 20 verkocht en er zijn er 40 gekocht. En je kan hier ook zien dat de totale waarde exact hetzelfde is. Ik heb het eerder al een keer aangekaart, maar Inmode heeft een stoksplit gedaan. Het aandeel was heel erg gestegen en ze waren volgens mij de prijs laag houden. Zodoende is er een splok, uh, heeft er een stoksplit plaatsgevonden, wat voor de prijs verder niet uitmaakt. Maar het enige verschil wat je dus ziet, is dat er dus in mijn orders 20 verkoop en 40 koop staan. Zoals je kan zien heb ik deze maand dus verder geen transacties uitgevoerd. Uh, ik ben natuurlijk zelf twee weken op vakantie geweest waarin ik eigenlijk niet naar mijn portfolio heb gekeken. Of bezig ben geweest met beleggen. De eerste week daarna ook vrij weinig tijd geweest. En zodoende is er met het geld dat ik vorige maand over had niks gebeurd. En ook met de storting die ik heb gedaan voor deze maand erbij, heb ik nog niks gedaan. Nou, dat heeft ook wel enigszins een andere reden. Ik ben namelijk langzaamaan aan het denken om, uh, of aan het overwegen om iets meer in uh, ETF's te gaan zitten. En dan heb ik het met name over niet de uh, hele specifieke markt ETF's die ik nu heb zoals een, Um, een, een gaming ETF, maar dan heb ik het echt over de hele markt, dus de SP 500 of misschien zelfs een global ETF. En dat doe ik namelijk omdat mijn portfolio best wel hard is gegroeid de laatste jaren, of eigenlijk de laatste maanden vooral ook natuurlijk. Uh, ik heb wat grotere stortingen gedaan, maar ook um, is er best wel veel winst gekomen. Deze winst is natuurlijk alleen van het afgelopen jaar. Ik zit nu ongeveer een jaar bij de Giro, uh, daar heb ik ook een video over gemaakt, dus die winst is eigenlijk alleen van het afgelopen jaar. Um, daarvoor heb ik ook wel flinke winst gemaakt natuurlijk. En zodoende is mijn portfolio gewoon ruim 40.000 euro waard. En ik beleg nu mo momenteel eigenlijk volledig in uh, losse aandelen. En ik wil dat mogelijk dus gaan switchen wat meer naar, um, naar ETF's om dat wat veil meer veiligheid in te bouwen. Ook omdat de markt natuurlijk al vrij hoog staat. Nou, zodoende heb ik dus nog geen uh, transacties uitgevoerd. Ik weet nog niet of die nog gaan komen de komende dagen. Waarschijnlijk pas volgende maand weer. Uh, maar vorige maand heb ik natuurlijk heel veel transacties gedaan. En deze maand eigenlijk dus nog helemaal niks. Nou, dan ga ik jullie even mijn portfolio laten zien. Dan gaan we even naar portefeuille en hier zien we dus al mijn aandelen. Zoals ik al zei, beleg ik dus vooral in losse aandelen en ik ga ze even met jullie doornemen. Ik zal het even doen uh, van, op alfabetische volgorde en dan beginnen we dus uh, bij Alibaba. Nou, het is natuurlijk een bedrijf wat heel hard gezakt is de laatste tijd, of de laatste ja, jaar eigenlijk. Ik heb hier ingekocht op 350, geloof ik, echt op het hoogste punt en toen is er een flinke daling ingezet. Uh, ik heb zelf echter wel meerdere keren bijgekocht, dus mijn gemiddelde aankoopprijs is ook een stuk lager. Uh, ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in het bedrijf op de lange termijn. Alleen het lastige is natuurlijk, het, ze zitten in China en dat is gewoon niet zo prettig. Um, nou, dit is denk ik niet een aandacht met per se heel veel risico meer vanaf dit moment. Het enige risico is dus echt China, want als we kijken naar de cijfers van Alibaba, die zijn gewoon ontzettend goed en daar zit gewoon heel veel groei achter. Uh, maar dit zijn mogelijk wel aandelen, dus de risicovolle aandelen wil ik mogelijk wat meer. Uh, verkopen om wat meer veiligheid in te bouwen in mijn portfolio. En dat te switchen dus naar ETF's. Nou, vervolgens Google, deze heb ik vorige maand aangeschaft. Dit vind ik zelf een relatief veilig aandeel in de zin van: uh, het is een van de grootste bedrijven. en ze blijven maar steeds meer winst maken. En ja, ook met corona bijvoorbeeld zie je dat ze eigenlijk niet heel veel last hebben van corona. Ze groeien alleen maar harder. Nou, ik heb deze dus vorige maand aangeschaft, dit is een van mijn twee aanschaffen van vorige maand. Um, dus je ziet ook dat het 2,6% in de min staat. Nou ja, dat is natuurlijk uh, niet zo heel erg of niet zoveel. Het is natuurlijk vorige maand geweest. Uh, dus we gaan, uh, ja, we gaan kijken hoe dat loopt komen de komende tijd. Het nadeel met Google is natuurlijk dat de prijs per aandeel 2700 dollar is. Bijna 2800, wat neerkomt op 2400 euro. En zodoende heb ik dus één aandeel van Google. Nou, dan hebben we Boeing. Dat is natuurlijk het bedrijf dat vliegtuigen maakt. Dat heb ik al vaker besproken. Die heb ik sinds een half jaar ongeveer. Daar sta ik ook een klein verlies op. Um, uh, maar daar heb ik ook nog wel vertrouwen in dat hij wel goed kan herstellen de komende jaren. Nou, vervolgens Corsair. Uh, ook die heb ik vorige maand aangeschaft dan zie je ook dat die flink is gezakt. Dus mogelijk is dit er eentje waar ik nog iets meer wil gaan bijkopen. Uh, dan zie je ook dat ik heb 80 aandelen wat neerkomt op uh, bijna 1700 euro. In mijn portfolio is het niet per se een heel grote positie, maar ook zeker niet de kleinste. Uh, maar mogelijk dat ik die nog wel iets meer wil bijkopen. Dit is ook een relatief veilig aandeel, groeit hard. En de PI-ratio is zeker nu met deze daling zeker niet hoog te noemen. Hij was toen ik hem kocht al aan de lage kant. Uh, zodoende heb ik hem ook gekocht. Ik vond het een vrij veilig bedrijf die niet te veel overgewaardeerd was. Het uh, is mogelijk dat ik met deze daling nog wat nieuws bij wil kopen. Vervolgens inmote. Dit is echt een van mijn favoriete aandelen. Overigens de winst die je hier ziet staan, dat klopt niet. Uh, het percentage hier van 11% dat klopt natuurlijk niet. Uh, dit is geweest sinds de stoksplit, dus sinds de afgelopen maand is dat 11%. In totaal zie je dus staan dat de totale winst slash verlies uh, 1600 euro staat. Ik had hier 25 aandelen van. Ik had toen 5 verkocht met winst ook al. Um, en ik heb er dus nu 20 over. Dat zijn dus nu 40 geworden na de stoksplit. De totale winst is 1600 euro, wat dus ongeveer neerkomt op 100% winst. Nou, die 100% rendement die is in een paar maanden tijd geweest, want ik heb ja, gekocht toen ik een video ook erover had gemaakt, dat het aandeel echt ondergewaardeerd was. Nou, dat is ook gebleken, hij is heel hard gestegen en er staat nu wel wat aan de hoge kant. Zodoende heb ik ook aandelen verkocht hiervan, maar hij staat op een mooie prijs nu en mogelijk dat ik hiervan nog wat aandelen wil verkopen, omdat hij dus zo hard gestegen is. Nou, dan hebben we vervolgens Microsoft dit is de grootste positie in mijn portfolio. Uh, ik heb hier ook trouwens op Instagram vandaag een post over gemaakt. Ik doe af en toe wat posts. Probeer ik meer te doen. Uh, over dit soort dingen, over nieuws. Uh, Microsoft heeft gisteren kwartaalcijfers aangekondigd, overigens net als Google. Uh, die allebei erg goed waren. Uh, waren erg positief. En Microsoft staat nu ook 2,5% in de plus uh, op de nabeurs. Je ziet hier ook 1,6 staan. De Giro-update dat soms. Uh, dus vandaag ga ik waarschijnlijk uh, gaat die waarschijnlijk naar 2,5% schieten. Ik hoop dat hij dat vasthoudt. Uh, maar de cijfers waren erg goed. En uh, met die stijging is het ook ruim en ruim de grootste positie in mijn portfolio. 17 aandelen op 4600 euro. En vervolgens Nano Dimension. Dit is een van mijn twee grote verliezers, samen met Alibaba. Uh, het is een bedrijf in Israël dat zich bezighoudt met het maken van 3D printers. Vrij risicovol bedrijf. Ik sta er wat verlies op. Um, ik denk echt wel dat hij nog wel wat kan herstellen. Dus die hou ik voorlopig nog even aan. En vervolgens uh, Nio, ook een, een groot bedrijf, uh, of een grote positie. Uh, hierop sta ik in principe ook 100% winst, maar die heb ik al aangeschaft meer dan een jaar geleden toen ik nog bij de ING belegde. Ik heb hier zelf ook 1500 euro in gestoken, dus dat is ongeveer verdubbeld nu. Uh, de totale waarde van mijn NIO-belegging is 3000 euro. En vervolgens, Palantir, dat is een uh, Amerikaans bedrijf, een, een techbedrijf ook. Uh, daar sta ik nu sinds kort eindelijk weer winst op. Ik heb hem namelijk toen ooit gekocht op 6,27 dollar, geloof ik, op 28. Die is flink gezakt. Toen heb ik bijgekocht in de dip. En hij is nu weer bezig met de weg omhoog. En hier staan we dus sinds kort winst op. Uh, mijn totale positie daarin zijn 90 aandelen, wat neerkomt op bijna 2000 euro. Vervolgens, Shopify, groot e-commerce platform. Uh, daar staan we ook mooie winst op. Ik heb zelf twee aandelen wat neerkomt op uh, 2354 euro. Um, en daar staan we dus 20% winst op in, een, denk ik, ook een half jaar tijd. Vervolgens Square, dat is een bedrijf dat ik al een langere tijd heb. Ik ben hier ooit ingestapt op ongeveer 50 of 60 dollar. Toen heb ik hem verkocht op 100 dollar. Maar eigenlijk uh, later, uh, de afgelopen jaar weer bijgekocht, uh, op ongeveer 150 of 158, zoals je hier ziet. Uh, daar staan we 700 euro winst op. Op dit moment met de aandelen die ik nog heb, maar in totaal duizend. Dat komt, ik had namelijk twaalf aandelen, maar ik heb een deel van mijn positie verkocht. Omdat die aan de hoge kant stond, had ik wat winsten genomen. Uh, en wat er nu dus nog uh, overblijft zijn acht aandelen op 1800 en 18 euro. Nou, dan hebben we de tattoo Chef. Hier staan we 11% verlies op, maar dit is er eentje waar ik zeker heel veel vertrouwen in heb, ook voor de toekomst. Um, ik sta hier dus 11% verlies op, bijna 300 euro. Um, maar ik denk voor de lange termijn dat dit zeker eentje is die weer ruim boven de 20 dollar per aandeel kan gaan. En als dat zou gebeuren, dan zijn we ruim in de winst. Nou, het, momenteel heb ik 150 aandelen, wat neerkomt op ongeveer 2300 euro. En is daarmee een beetje een gemiddelde positie in mijn portfolio. Nou, vervolgens een heel erg speculatief aandeel, die is de laatste tijd flink gezakt. Uh, ik stond hier namelijk eigenlijk altijd wel winst op. Eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik hem kocht, schoot hij omhoog. En uh, sta ik nu wat verlies op. Uh, ik, ik, het is een eentje die ik eigenlijk al lange tijd aankijk en dat ik eigenlijk gewoon moet verkopen. Uh, maar ik hoop het eigenlijk toen met een kleine winst, dus ik zit een beetje te wachten tot hij weer een flinke stijging heeft. Uh, dit is eigenlijk een beetje een speculatief aandeel geweest, iets wat ik eigenlijk wat meer van af wil. Uh, die heb ik denk ik een jaar geleden gekocht en het uh, ja, is een beetje gelijk aan de Tattoo Chef aan wat ze doen, alleen veel kleiner. Nou, vervolgens Visa, een groot bedrijf en de creditcards, die kent natuurlijk iedereen. Hierin heb ik 16 aandelen op 3100 euro. Dit is denk ik de ene grootste positie, zo'n beetje in mijn portfolio. En die heb ik ook bewust zo groot gemaakt. Omdat het een heel veilig aandeel is, die langzaamaan een beetje groeit en die nooit eigenlijk heel erg hard schommelt. Dus echt een heel sterry aandeel in mijn portfolio. Nou, vervolgens hebben we Walgreens, dat is een Amerikaans bedrijf, een farmaceutische ja, winkel, eigenlijk, die we heel veel vestigingen. Uh, daar heb ik 54 aandelen in voor 2251 euro. Dit is niet echt een bedrijf waar ik normaal snel in zou investeren. Maar ik heb hier uh, in belegd. Uh, begin van de coronacrisis. Toen had ik verwacht dat ze flink zouden stijgen. Um, uh, met oog op de vaccins die ze zouden zetten. Plus dat ze een heel mooi dividend uitbetalen en goede winsten boeken. Uh, nou, je ziet er dus dat ik 5% winst op sta. Uh, maar hier achter zie je ook het totale winstverlies. Inclusief dividend is dat dus al een stukje meer. En dan als laatste Win Resorts. Uh, dat is wel een uh, interessante. Uh, mogelijk ook om bij te kopen. Het is namelijk een Amerikaans bedrijf. Die hebben in Amerika en in China een aantal grote plekken. Daar hebben ze grote hotelketens en casinos, zoals in Vegas of in Macau? Um, die waren heel erg getroffen door corona. Die heb ik toen gekocht op een hele lage prijs. Zoals je ziet, iets boven de 70 dollar. En die waren echt in no time naar ruim 100, 120, 130 geschoten. Ik stond daar 70, 80% winst op. Maar die zijn de laatste weken heel hard gezakt. Ook dit is er namelijk samen met Corsair eentje waar ik mogelijk op wil instappen. En mijn positie iets in wil vergroten. Nou, dit waren de aandelen in mijn portfolio. Dan heb ik nog twee ETF's. Uh, dat zijn de Van Eck Semiconductor ETF, wat uh, zich bezighoudt met de chips. Er is natuurlijk een groot tekort aan chips in de wereld. En zodoende heb ik hier toen de tijd op ingespeeld. Helaas niet met een al te grote positie. Mogelijk dat ik daar nog meer in wil kopen als die een beetje zakt. Uh, maar mijn totale positie daarin is 51 aandelen op 100, uh, voor 1130 euro. En dan hebben we de Van videogaming Video Gaming en Esports ETF. Die heeft een beetje overlap ook met dit ETF. Ook hierin zitten bedrijven zoals een AMD en Nvidia en Intel. Maar er zitten ook bijvoorbeeld grote game uh, studios in die uh, videogames ontwikkelen. Um, zoals ik al zei heb ik nu dus deze twee ETF's die echt gericht zijn op een bepaalde markt. Maar mogelijk wil ik dus mijn uh, portfolio langzamerhand steeds meer gaan switchen naar een wat veiligere uh, uh, portfolio. En dus meer in ETF's gaan stoppen. En voornamelijk dan bijvoorbeeld een all-world ETF om een groot deel van mijn portfolio te dekken. En nou, Dit is iets waar ik over aan nadenken ben en mogelijk in het komende jaar, in 2022, echt stappen in wil ondernemen om die switch te maken om wat iets veiliger te gaan beleggen. Uh, met de huidige stand van de, van de beurs, maar ook met de grootte van mijn portfolio vind ik dat wel fijn. Um, nou, Dit was dus mijn portfolio. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Uh, laat het zeker weten in de comments of ik nog aandelen heb die ik moet verkopen volgens jou. Of juist moet kopen. Ik ben heel benieuwd. Wil ik je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je weer in de volgende video.